Wat betekent voor jou de woorden future-proof? Wat versta jij daaronder? Nou, wat ik daaronder versta is dat je met de tijd meegaat. En dat je ervoor zorgt dat je organisatie en de structuur daarvan, en de doelstellingen, de producten en alles wat je te bieden hebt, dat ze wel met de innovatie meegaan en ook echt klaar zijn voor de toekomst. Klaar zijn voor de vraag wat tegenwoordig en in de toekomst vanuit je doelgroep komt. Nou heb jij een AV-bedrijf. Wat doe jij in je bedrijf aan future-proof zijn? Nou, wat wij doen is zoveel mogelijk beurzen bezoeken. Zoveel mogelijk websites bezoeken. En kijken van nou, de nieuwe technologie en de ontwikkeling in de gaten houden. Kijken van nou ja goed, ook meekijken naar onze concu-collega's. Wat doen zij? Wat is trendy? Wat is in? Wat is hip? Tegelijkertijd ook kijken van nou, wat voor beweging zien wij bij de doelgroep en het publiek en de kijker? Wat wil men? Waar is men langzamerhand aan gewend geraakt? En hoe kunnen we mensen nog steeds raken? En door middel daarvan zorgen we ervoor dat we wel onze eigen producties qua faciliteiten, maar ook creativiteit mee laten ontwikkelen en groeien. Wat doe jij persoonlijk aan vitaliteit? Wat maakt dat jij future-proof bent persoonlijk? Ja, persoonlijk richting de organisatie toe bedoel je? Of als... Ja, nou, ik laat mezelf graag zoveel mogelijk inspireren. Ik zorg ervoor, doe mijn best om zoveel mogelijk open te staan voor nieuwe input, nieuwe ingevingen en inspiraties. En ik zorg ervoor dat ik zoveel mogelijk om me heen kijk, dus mezelf niet te veel vasthoud, naar binnen kijk, van nou dit is wat ik ooit geleerd heb en zo moet ik het doen en zo blijf ik het doen. Maar dat ik ervoor zorg dat ik bereid ben om met veranderingen mee te gaan. En zo zorg ik ervoor dat ik ook met de tijd mee kan gaan.